Yo, gasten van Lazy Luke X, ik ben weer Tijn en ik ga vandaag weer verder met Need for Speed de run. Nee, Need for Speed de run. Need for Speed Most Wanted 2012. Ik kan maar Need for Speed run zeggen, joh. Ik zei het eigenlijk al. En ik rijd gewoon even lekker een auto aan. En wat we gaan doen is wat verdere races doen om wat meer parts te krijgen voor onze auto. Wat een heel goed idee is. En we gaan even hier doorheen rijden, want dat is vet. En we botsen omdat we net niet hoog genoeg waren. Maar dat maakt niet uit. We staan nu al op een mooie plaats. Oké. Oh, verkeerd knopje. Ik heb het zo lang niet meer gespeeld, hè. Surely niet meer gespeeld. Gaan we even naar een race. Oh, fuck. Een race uitzoeken. We moeten wat dingen hebben, zodat wij zeg maar wat sneller optrekken. Deze hebben we helemaal gehaald. Wat kunnen we hier nog? Lightweight chases. Powershot nitro. Ja, die is wel moeilijk. Deze gaan we doen, denk ik. Aero body en short gears. Is er ook ergens dat je van die dingen gears krijgt? Of is short gears het best? Race tires bedoel ik. Dit is waarschijnlijk het beste wat we kunnen hebben. Oké, gaan we daarin. Met onze Ford Mustang. Mooie auto, behalve als hij zo kapot is zoals hij nu is bij mij. Dan is hij niet zo mooi. Zo. Dan rij je gewoon even rustig erin. En dat was niet zo'n goede bocht, maar dat maakt niet uit. We zijn toch nog niet bezig met een race. Ik had van tevoren een beetje gereden, ik dacht van ik moet inkomen. Maar ik vind het toch echt een moeilijke auto, maar ik wil hem wel zeg maar goed kunnen. Ik heb geen zin om weer van auto te switchen. Fuck. Je ziet het, ik ben er niet erg goed in. Het beste ben ik met een Porsche Carrera S, volgens mij. Ja. Maar ja, die heb ik al helemaal alles voor gedaan. Omdat ik die zo lekker vond rijden. Oh, een beetje lag. Ik heb toch niet weer dat ene probleem dat ik zoveel lag krijg? Nou, vast niet. Oh, nu is het alweer over. Dat is mooi. Zo, nu hebben we onze auto weer heel, maar niet voor lang waarschijnlijk. Ja, er is ook zoveel traffic, daar kan ik nooit tegen. Ik haat traffic. Zo, hier begint de race. Waar zou de race tegen beginnen? We kunnen short gears en aero body. Die hebben we al beide nodig eigenlijk. Offroad gears, ik liever niet. Kijk, dit is zo'n raar filmpje. Wat heeft dit nou? Dit heeft totaal geen inhoud. Hier heb je helemaal niks aan. Het ziet er alleen een beetje vreemd uit. Kijk. Ja, krijgen we onze mooie auto. Dat is veel leuker. Wat is... Oh, we moeten binnen een bepaalde tijd of zo. Ik weet niet. Wat ons doel is. Oh, we moeten onze average speed boven een bepaald aantal hebben. En dan hebben we het gehaald. Ah, oh, dat is moeilijk. Want dat heb ik al een keer gedaan. Maar wie weet. Misschien halen we het. We rijden aardig goed. Oh nee, daar is het. Oh nee, we rijden wel goed. Ik dacht even dat we. Oeh, dat sliep te hard, jongen. Holy shit. Nee. Oeh. Nee. Oh, hè. Gelukkig crashten we niet. Ik ben blij dat we niet crashten. Ja. Ik weet niet of we goud halen, maar zilver moeten we in ieder geval redden. Ik ga wel voor goud natuurlijk, maar ja, het is altijd maar een beetje kijken hoe het gaat. Dit was ook wel een hard missie. Gaat op zich niet slecht hoor. Ja, is de finish. Oh, we halen het. Oh yes. In één keer, kijk. Zo bedoel ik het nou. Als ik niet een race doe, als het zoiets is, dan lukt het wel. Ja, of dit was gewoon heel makkelijk, terwijl het stond moeilijk. Ik moet nu gewoon goed voelen, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo goed was. Short gears, increase acceleratie. Kijk, dat willen we hebben.
En Aerobody hebben nog meer acceleratie. Die willen we ook. Dus nu hebben we lekker veel acceleratie erbij. Nu betekent het wel dat we niet zo goed off-road zijn. En ook niet zo goed tegen botsingen kunnen. Maar dan moeten we maar zorgen minder te botsen. Zo. Doei. Oké, we gaan de volgende race beginnen. En we moeten nog even wat meer shit hebben natuurlijk. De races. Wat kunnen we bij deze winnen? Long gears, reinforced chases. Dat hebben we eigenlijk allebei niet nodig. Misschien dat we... Oh, what the fuck doet die auto? Misschien dat we dat later een keer gaan doen. Lightweight chases. We hebben al een aero body. Dus dat hebben we ook niet nodig. Power shot nitro. Dat hebben we wel nodig. Dus we gaan deze proberen. Deze hadden we al een keer gedaan. Maar we gaan hem nog een keer proberen. En rijdt gewoon een... Hey, politie! Kijk, je kan er gewoon naast rijden van... Hey, hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het goed. Hey. Ik zal eens een beetje langzaam botsen. Mag gewoon. Zo. Ik rij ook gewoon dik hard op de andere weghelft. Maar ja, de politie vindt dat niet erg. Gelukkig maar. Ja, het lijkt wel alsof hij veel sneller optrekt. Vind ik. Ja, die ziet natuurlijk dat ik vet hard rij en dan gaan ze natuurlijk wel achter me aan. Spookrijden en zo, dat mag wel, maar hard rijden? Nee, dat mag niet. Want dat is vet gevaarlijk natuurlijk. Oh, het is nog even verder. Het is daar. Ik werd gemindfucked. Ik dacht dat het eerder was. Zo, en we hebben een event gestart. Dat is mooi. Dan gaan we eens even kijken of we deze ook in één keer kunnen doen nu. Die powershot nitro, dat moeten we echt wel hebben. Dat is echt handig. Dan zijn we een stuk beter. En dan kunnen we eigenlijk op zich gewoon met deze auto een blacklist gaan doen. Misschien als we deze in één keer halen, dat we deze episode nog wel een blacklist doen. Want die andere races voor deze auto hoeven we op zich niet te doen. Want die spullen hebben we niet nodig. Oh, deze herinner ik me nog wel, ja. Het is trouwens al echt lang terug dat ik dit weer gespeeld had. En ik had beloofd meer te gaan doen. En toch deed ik het niet. Ik kon omdat ik erg bezig was met War Z. Maar het erge is... Ik zat gisteren dus War Z te spelen. En in één keer werd ik gedisconnect. Wow. En toen ik werd gedisconnect... Toen kwam ik erachter dat ik geband was. En dit gaat helemaal niet goed. En toen was ik dus niet zo blij. Want dat begrijp je, als je geband wordt ben je helemaal niet blij. Maar ik was niet zomaar geband. Want er is helemaal geen één reden gegeven waarom ik ben geband. Dan hebben heel veel mensen hebben zo gezegd van ja, ik denk dat het komt omdat er een paar rare items verstopt waren. En ik had er eens op plek gevonden, want er stond gewoon een video op YouTube van. Dus... En er zijn heel veel mensen geband trouwens. Echt heel veel. Voor geen reden. Roland is ook geband. En nog een paar matties. En het erg is, ik ken ook nog echt iemand. Die is een hacker. Dus die zou geband moeten worden. En die is niet geband. Dus hoe erg kan je het hebben? Ik bedoel, fuck logic. Dan bannen ze gewoon mensen die niks hebben gedaan. Maar hackers, ja, die laten ze gewoon erin spelen. Want Die mogen gewoon spelen. Dat is niet erg. Oh, hey, we zijn eerste. Ik had er helemaal niet door, ik zat zo te praten. Volgens mij ben ik toch een stuk beter geworden. Ben ik nou echt de eerste? Ja, ik ben echt de eerste. Oké, power shot nitro, daar gingen we voor. En die hoeven niet. Skip. Oké, nou dan hebben we dat. Dan kunnen we even blacklisten, hè? Want dat willen wij wel. Kijk eens hoe goed het gaat, joh. Maar maak echt progress. Die serie is voorwaardig vreselijk. En nu gewoon één keer twee races achter elkaar goed. Most Wanted Cars. Most Wanted 9. Doen we dat ook gewoon hier even nog. Met deze auto. Ik ben nu al een beetje gewend aan deze auto. En ik moet gewoon een beetje praten over War Z. Dat ik gewend ben. En dan gaat het goed. Nee. Nee, maar ik ben dus niet zo blij. En daardoor vandaag ook... In ieder geval geen War Z livestream. Je moet even Twitter bijhouden. Misschien dat ik... Ja, zeg anders even in de comments wat ik zou moeten livestreamen. Ik denk dat ik wel ga livestreamen. Omdat ik gewoon het zondag... Ja, livestreamen is wel gezellig.
En dan misschien dat ik even later begin of even kortere livestream doe. Maar zeg even wat ik moet livestreamen. Ik heb een paar spellen die ik een beetje in mijn hoofd had. Towns wil ik niet gaan livestreamen. Towns lijkt me echt niks. Ik had een beetje van die spellen die niet zoveel mensen kennen. Zoals Legends of Grimrock wou ik wel gaan livestreamen. Maar het ligt me aan wat jullie willen. Misschien kunnen jullie dat spel helemaal niet. Ik speel de laatste tijd ook weer Terraria. Dan mag je zeggen van, ja, what the fuck, Terraria is niks aan, dat weet ik. Maar ik speel het weer. Dus als je dat zou willen zien, zou ik het ook wel willen doen. Sims vind ik ook wel grappig. En heel veel mensen, ik hou een beetje van die livestream spellen waar je zegt, die niet veel mensen doen. Dat je echt denkt van, hè? Oh, dit gaat niet goed. Ja, en ik, speel ik nou nog meer de laatste tijd? Ach, ik doe geen Minecraft livestreamen, dat zeg ik nu al van tevoren. Warzy kan ook niet, ik doe ook geen DayZ livestreamen. Dat jullie dat in ieder geval niet zeggen. Dat je dat even weet van, nou, dat ga ik dus in ieder geval niet livestreamen. Maar volg me even op Twitter. Zeg het daar anders even, dan heb ik even wat betere feedback. Dan kan ik daar aan de hand daarvan kan ik zeggen van, oh ja, gaan we dat doen. Maar ja, ik weet niet, wat voor spellen speel ik nou nog meer de laatste tijd? Oh, fuck. Ik heb ook geen zin in Call of Duty of Battlefield. Dus ja. Ik zit even te denken, wat heb ik nou nog meer? Ik ga ook geen Far Cry 3 doen, terwijl ik dat wel speel. Maar dat doet Luke natuurlijk al bij filmpjes, dus dat doe ik ook niet. Laatst speel ik niet meer veel, juist. Ik ga dit trouwens ook niet livestreamen, want dat vind ik zonde. Ik wilde gewoon een serie houden. Ja, dus... Misschien SimCity of zo, ik weet niet. Noem me even gewoon een spel op. Ik denk dat Terraria de beste keuze is om te gaan livestreamen. Behalve als mensen zeggen van, ah, ik hou echt niet van Terraria. En dat wil ik echt niet zien. Wat ik helemaal kan begrijpen. Fuck! Waarom botsen we zoveel? Net was ik de hele tijd aan het praten, ging het helemaal perfect. En nu loop ik een beetje te lullen. En dan is het weer niet goed. Zoals je ziet, die Nitro. Dat het zo raar is dat je in één keer zo vet snel gaat. Dat is die power shot. Dat is best wel goed. Nou. Als ik niet in een race zit, dan gaat het echt voor gemeten. Ga eens weg, polities. Ik probeer gewoon... Hé, dat was een... Oh, wacht even. Wacht. Voordat ik de race ga doen, wil ik eerst even die auto bekijken. Het is wel een mooie auto. Ford GT. Nice. Hebben we die ook even ontdekt voor als we later nog andere auto's, wat we sowieso gaan doen. Waar moeten we hierheen? Oh ja, we moeten de polities uitschakelen voordat we natuurlijk die race kunnen beginnen. Dat is best wel cool hier binnen. Ik ben benieuwd of we hier binnen allemaal dingen moeten racen bij die blacklist. Fuck, wat doe ik nou moeilijk? Oké, sorry jongens. Als de politie zag me aanzitten, dan gaan we gewoon echt niet. Zoals je ziet. Oh, ik heb nog hoger. Zou hier ook een auto staan of zo? Ja, wat is dit? Wat is dat voor? Jaguar. Ik wist helemaal niet dat dat teken van Jaguar er zo uitzag. Dat is wel een mooie auto. Dat zou ik weten. Ah, nu zijn we ze wel verloren, die politie, hoor. Ja, gewoon even wachten hier, hoor. Politie, jongen, ga weg. Oh, man. Ik dacht al, fuck.
Hoe wist hij dat ik daar zat dan? What the fuck? Nou, verliezen nu even. Oh, er stond ook een auto, een Porsche. Of niet, dus... Laat maar. Ik zeg niks meer. Ik ben niet zo goed in auto's. Oh, wat slecht. Geef me die race, jongens. Blacklist, hier kom ik. Zo. Gaan we eens even kijken of we hem kunnen verslaan in één keer. Zou wel mooi zijn. De Shelby Cobra 427. Oh, dat is een druppel. Wow. Hey. Kijk, wat heeft dit nou met race te maken? Hè? Dat ziet er dan wel. Oh, hey. Hey, dat is wel cool. Volgens mij hebben ze meer tijd besteed aan deze cutscenes dan aan het spel zelf. Het ziet er wel indrukwekkend uit, als ik eerlijk mag zijn. Deze dan, hè? Oké. Ja, nee, je gaat me niet inhalen, Blacklist. Er zit altijd bij een Blacklist ook politie achter je aan. Oh, shit. Hopelijk verandert mijn auto nog wel van kleur. Ja, hey. Grappig. Oké, ik volg jou, Blacklist. Oh, we gaan hier doorheen. Oké. Wow. Ik wou bijna die ene ding ingaan. Ik ga altijd maar echt net aan hoor, die bochten en alles en zo. Hier kan ik veilig, ja. Nice. Dat was wel te verwachten. Dat is echt zo'n bocht, die kan ik gewoon echt niet maken met deze auto, lijkt wel. Oh. Dat was niet de bedoeling. Hé, hey, ik kwam er net ook al langs. Trouwens, over dat ik nog maar weinig video's maak hiervan. Dat gaat vooral... Wat? Nee! Gewoon niet. Wat? Nee. Nee, maar dat weinig video's hiervan maak, dat gaat wel veranderen. Ik probeer vanaf deze video komt vandaag zondag, denk ik wel online. Ik hoop het, dat probeer ik. En ja, vanaf deze video probeer ik dan om de minimaal om de 3 dagen een video van dit te plaatsen. Oh. Oké. Geen goed. Maar verwacht maar meer. Ik ga hierna gewoon nog een video maken hiervan. Om me gewoon... Ja, vind ik leuk. Maar trouwens, dat kan niet, want ik moet renderen. Vanavond na het renderen. Na de livestream ga ik nog wel een video maken. We hebben het gehaald trouwens. En dan moeten we hem nog uitschakelen, dacht ik. Dat was toch de bedoeling? Of is dat, ja, takedown to earn his right. Hoi, wij hebben allebei al verneukte auto's. Mag ik jouw verneukte auto? Mag dat? Ah, waarom mag hij altijd zo snel zijn bij het begin, zodat we hem niet kunnen pakken? Fuck, nee, nu halen we hem in. Dat is ook niet de bedoeling. Kijk,
En hij heeft pijn in zijn kop. Maar we hebben zijn auto. Maar ik wil die auto niet, want ik vond hem niet heel cool. Het is een beetje old school auto, maar ik ben nog een beetje jong en hou ik niet van die auto's. Misschien over 20 jaar dat ik dan, zeg maar, die old school shit allemaal cool vind, maar nu niet. Maar we hebben alles gewoon echt gewoon in één keer gehaald en daar ben ik echt blij mee, dat het gewoon echt goed ging. Dus ja, dit was weer Need for Speed Most Wanted 2012 en ik hoop dat jullie het allemaal hartstikke leuk vinden en laat nog even een suggestie achter van wat ik moet gaan doen. Oh, en laat ook even een suggestie achter wat voor livestream ik moet gaan doen vanavond. Ik zeg zelf dat ik Terraria denk ik het beste idee vind. Maar wie weet, misschien willen jullie wel SimCity of Sims of Legend of Grimrock zien. En dan vind ik dat ook goed. Maar kijk eens wat een raceauto, hé. Laten we er gewoon even in gaan. We switchen toch zo terug. We gaan gewoon even kijken wat dit nou is. Een Ariel. Dat is toch wasmiddel? Wat? Dit is vet grappig. Dit rijdt echt lollig. Dit rijdt echt lollig. Hij voelt heel snel aan, maar volgens mij is hij niet super snel. Maar dan komt er dat hij zo laag is. Dit is echt een rare auto. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Tot de volgende keer. Later!